Zo, laten we maar eens een grote project gaan proberen op de CNC-router. Hartelijk welkom overigens. We gaan een object proberen te printen op een plaat van met grenen. Grenen is niet de beste keus, zegt men. De plaat is 25 cm breed, 17 cm diep en de hoogte is 1,8 cm. Ik heb een ontwerp gemaakt in het programma Easel. En ik ga dat ontwerp proberen nu te printen. Ik kan geen timelapse maken met deze camera. Zeker niet op dit apparaat. Maar ik ga wel proberen om u deze video een aantal keren te starten. Zodat we de voortgang te zien krijgen. Het eerste wat we gaan doen. We gaan de spindel naar de juiste plek brengen. Naar zijn home positie. Naar de juiste diepte. Ik kan hem niet verder naar beneden krijgen, want dat is ook niet zo noodzakelijk, want ik heb wat ruimte overgehouden links en rechts. Ik probeer hem wel helemaal naar links te krijgen, zover mogelijk. Even kijken of dat zonder al te veel problemen gaat. Nou, niet helemaal. Even zorgen dat de spindel ook goed op bij het hout staat zo'n beetje. Nou, dit zou het zo'n beetje moeten zijn. Dan is dit voor nu zijn nulpositie. Is niet helemaal goed, maar in dit geval wel voldoende. Daar hoeven we ons niet al te druk over te maken. Vanuit deze positie kan ik de print gaan starten. Ja, ik noem het maar een print. Het lijkt een beetje op printen. Het is niet helemaal hetzelfde. Eerst wat we doen is we gaan de bit omhoog brengen. Dan gaan we de spindel aanzetten. Even bevestigen dat dat zo is. En dan gaan we starten. Dit gaat nog flink langer. Tijd worden, dat gaat ruim 5 uur en 56 minuten duren. Ik kan dat iets gaan bespiegelen, dat gaat het doen. Dan duurt het nog 4,5 uur. Dus dan zou het rond 4 uur vanmiddag klaar moeten gaan zijn. En nu ga ik de video op pauze zetten. Dan komen we later in de video terug. Zo, we zijn iets verder in de print. In de afdruk. En dit is niet mijn eerste afdruk, ik heb er meerdere gemaakt. En ik moet zeggen, in het begin had ik nogal wat voeten in de aarde om de zaak goed werkend te krijgen. Leren omgaan met de bitjes, de snelheid, de diepte, maar ook het feit dat bijvoorbeeld de motoren, 2 van de 3 motoren, eigenlijk verkeerd omstonden. Niet verkeerd omgemonteerd, maar links was rechts en naar voren was achter. En dat moet je dan allemaal maar zien in te stellen. Gelukkig is er een goede documentatie van GRBL. En GRBL is eigenlijk de software waarop dit hele gebeuren draait. Daarnaast, en daar heb ik heel erg veel profijt van gehad, de Facebookgroep over de Sainsmart Genmitsu 3018. En dat is eigenlijk dit apparaat. Het apparaat is later ook uit te rusten met een laser, maar dat komt in latere fase. We zien inmiddels de voortgang van de afdruk duidelijk wat gedistingueerder worden, maar er heeft nog ruim 4 uur te gaan, dus er moet nog veel gebeuren. Af en toe, om het stof tegen te gaan, gebruik ik de stofzuiger om even schoon te zuigen. Dat ga ik nu doen. Thank you.
omdat je al redelijk contouren begint te krijgen. Nou, ik zet de film er even uit, straks weer verder. Klaar.